Als jij vet kwijt wil raken, als jij je vetpercentage naar beneden wil krijgen, dan is het niet handig om nooit te cheaten. Want op die manier hou je het natuurlijk nooit vol. Je gaat het nooit volhouden op het moment dat jij nooit iets lekkers mag eten, nooit een borreltje kan drinken op een verjaardag, nooit je favoriete pizza kan bestellen. Dat gaat in het begin wel lukken, maar op lange termijn hou je dat nooit vol. Mijn naam is Mitchell Dikke. Ik coach mannen naar een lichaam van minder vetmassa en meer spiermassa. En vandaag geef ik je de 3 belangrijkste tips om niet in vet aan te komen van een cheat maaltijd. Tip nummer 1 die ik je wil geven is: maak het een cheat maaltijd en daarbij expliciet geen cheat day. Niemand komt weg met een cheat day waarop je de hele dag keuzes kan maken die niet bewust zijn. Je kan niet zeggen: 1 van de 7 dagen in de week eet ik gewoon alles waar ik trek in heb en 6 dagen doe ik goed mijn best. Want wat jij in 6 dagen opbouwt, oftewel wat jij in 6 dagen kwijtraakt aan vet, dat kan jij makkelijk overcompenseren in 1 slechte dag. Even voor jouw voorbeeld. Stel dat jouw caloriebehoefte 2500 is en jij gaat dagelijks 2000 calorieën eten. Oftewel, elke dag heb je 500 calorieën minder binnengekregen dan je behoefte. En daarmee val je dus af. Als jij 1 dag in de week op 5000 calorieën zit en dit heb je makkelijk binnengekregen bij een all-you-can-eat restaurant, dan heb je dit dus volledig gecompenseerd. En dat is super zonde. Dus tip 1, maak het geen cheat dag, maak er 1 cheat maaltijd van die jij vervolgens bewust incalculeert. De tweede tip die ik je wil geven is: ga liever voor een koolhydraatrijke cheat in plaats van een vetrijke cheat. En waarom? Ons lichaam kan koolhydraten opslaan als reserves. Dit noemen wij glycogeen en dat gebeurt binnenin de spieren. En dit omvat ongeveer 200 gram aan koolhydraten. Op het moment dat jij krachttraining of duurtraining doet, dan wordt ook de koolhydraatreserve in je lichaam, die wordt minder. Op het moment dat jij dan een cheatmaaltijd binnenkrijgt die hoog is aan koolhydraten, zal je allereerst je reserves in je spieren weer gaan aanvullen. Dit zijn dus allemaal calorieën die jij niet gaat opslaan als vet, maar als glycogeen. Op het moment dat jij vetrijk gaat cheaten en alleen maar vetten binnenkrijgt, kan je dat dus niet opslaan als reserves en sla je het direct op als vetmassa. Dus ga liever voor een goede spaghetti, nasi, bami, pizza, patat en niet alleen maar voor vette burgers, vlees, spare ribs, noem het maar op. De derde tip die ik je wil geven is: ga voor hoge en lage dagen. Dat lijkt een beetje op wat ik zojuist bij tip 1 gaf, alleen nu ga je er heel bewust over nadenken. Zorg dat jij in de eerste 6 dagen van de week genoeg tekort creëert om iets meer flexibiliteit te hebben in die laatste dag. De dag waarop jij die cheat meal gaat nemen. En ik noem dit de Hunter's Feast. Let op! Zoals ik bij tip 1 al aangaf, als jij 6 dagen goed eet en je creëert voor jezelf een bepaald aantal calorieën wat je op dag 7 mag inhalen, dan nog moet je daar niet overheen gaan. Als jij 6 dagen lang 2000 calorieën binnenkrijgt, dan betekent dat niet dat je op dag 7 in één keer 5000 calorieën binnen moet krijgen. Ga dan voor een calorieinname van 2500 tot 3000 ongeveer. Dus in de eerste 6 dagen van de week, tenminste zo doe ik het, maandag tot en met zaterdag creëer ik een bepaald tekort voor mezelf en op zondag mag ik ietsje meer. Dat geeft mij de flexibiliteit om een keer een andere, minder gezonde keuze te maken, zoals bijvoorbeeld een overheerlijke pizza. Dat zijn mijn 3 tips.
over hoe jij ervoor kan zorgen dat je geen vetmassa aankomt van jouw cheat meal, oftewel jouw Hunter's Feast, zoals ik hem noem in mijn Man Maker programma. Ben jij benieuwd hoe het zou zijn om persoonlijk gecoacht te worden naar een lichaam van minder vetmassa en meer spiermassa? Stuur me dan even een persoonlijk berichtje via onderstaande mail of kijk voor meer informatie op www.manmaker.nl. Geniet van je dag en ik check je later.